om hem aan te brengen. Vandaag is de oefening van een simulatietraining, om het zo te zeggen. Helemaal echt. Een simulatietraining tussen Surkat 117 en de brandweer. Dit is in feite een refreshment training. Maar belangrijk, het is tevens een examen voor het personeel. Je moet slagen. Voordat je naar een melding, een traumamelding met zo'n zwaar accident uit kan gaan. Het team dat vandaag de examen heeft afgelegd, die is in staat om de volgende keer uit te rukken. Als we nu de dak open knippen, kunnen we ze toch niet eruit halen. Dus ik heb toch nodig, jullie toch nodig om die auto om te ventelen. En het is op deze manier gedaan, waarom? Kijk, als u in een leslokaal zit en u krijgt de theorie voorgeschoten, moet je als student proberen te visualiseren hoe het in de praktijk gebeurt. In de lessen wat ze krijgen, kunnen we heel veel vertellen. Maar wanneer het voor hun neus is in de praktijk, is het weer iets anders. Ze zijn getraind in trauma handelen, maar ook hoe werk je samen met de brandweer. En dat is vandaag in de praktijk eruit gekomen. Beginnen nou, proberen een naald in te brengen, alles. Rustig. Blijft het bij deze ene praktijkoefening of valt het er meer? Elk jaar doen we dit. Dit was voor een team dat al meeloopt met Surka. Dus de bestaande zusters, de emergency first responders. Die hebben dus vandaag de examen afgelegd wat dit gedeelte betreft. Maar volgend jaar de nieuwe groep. Hetzelfde bij de brandweer. Vaak in dit soort gevallen wanneer er iets gebeurt. U bel Skootukba, u bel 115. Voordat de politie komt, voordat de brandweer komt, voordat de ambulance komt. Je kan nu rechtstreeks bellen naar 117. Daar gaat het ook voornamelijk om. 117. 117 is de centrale ambulancedienst in Suriname. Daarvoor staat Surkat. Dus vandaag was een praktijkoefening en promotie voor 117. Ja, de promotie van 117 wordt in januari definitief gelaunched. Er is een heel marketingploeg erachter. De 117, net hoe 110, 115 is. Nou, vanaf volgend jaar mag de burgerij, mag de gemeenschap erop voorbereid zijn dat er een zware 117 campagne gaat komen. Dus vanaf volgend jaar kunnen mensen rechtstreeks bellen voor een ambulance? Nou, nu al. Nu al, maar we die awareness officieel starten in januari.